Hallo kijkers van Shine Sprite, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Ori and the Blind Forest. In de vorige aflevering gingen we best wel lekker, al zeg ik het zelf. Volgens mij moeten we zo... Wat is hier rechts? Oh, dat weten we niet, laten we eerst naar boven kijken. Zo... Hey, wat zit daar? Er zit een map fragment. Daar zit een map fragment. Of een walala fragment, oké. Okay. Daar kunnen we niet doorheen, oké. Okay. Eerst wil ik die fragment pakken, natuurlijk. Ja. Ik weet nog eens goed wat ik daarmee kan, maar het is vast goed. Daar heb je een energy soul. Oh, een bal, die wil ik. Oh mijn god, die wil ik. Oh, opeens is er zijn er weer enemies. Laat ik hier even een safe zetten. Oké. Okay. Oeh, een nieuwe enemy. Oh, wat een kut enemy. Dus een magma versie van deze, dat is kut. Oh, toch nog hard gehit. Oké. Okay. Moet ik hier wel naartoe? Ik denk dat ik hier voor even niet naartoe moet. Ik denk dat ik dit gewoon even loslaat. Oh, moet dat niet zo? Boom. Oké, okay, daar heb je dus ook niks aan. Dit ziet er wel uit alsof we de goede kant op gaan in ieder geval. Hé, hey, daar loopt een beest. Oké. Okay. Interessant. Auw. Oh, 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 ja. Net niet geraakt, mooi. Oeh. Interessant, oké, hier is verder niks, maar wel... Was er nog meer? Oh ja, je kan met deze dingen kan je warpen, ja. Dat was ook zo. We waren wel quick travel gebeurs.
kan ook duwen, toch? Nee, duwen kan niet. Je kan alleen trekken, dat is kut. Kut. Ik denk dat ik deze... Ja, je kan, zou wel moeten kunnen pushen, oké. Okay. Ja, je kan wel pushen, gelukkig. Heb ik het zo net natuurlijk eigenlijk ook gedaan, bedenk ik me nu. While Ori brought light and hope to the forest, others gave in, embraced the darkness and fear. Wow, yo, hij steelt gewoon mijn orb. Au. Dankjewel. Moet ik even 7? Ah, ik heb 7. Beam. Kut. Ik moet mezelf even dood laten gaan, kan dat? Dat kan. Hier, kill me. Kill me. Kom op, zo moeilijk is het niet. Kom op. Oké, opnieuw proberen. Hoe werkt het ook alweer? Nou ja, ik heb geen idee, maar de ene keer werkt dat wel, de andere keer werkt dat niet. Oké, daar moet ik er zijn. Fucking duck, zeg. Ik ben nog steeds benieuwd naar dat ding daar, waarom dat ding het niet doet. En hoe dat werkt, of je dan misschien een... Ah, kut.
Dan ben je ook gewoon one-hit KO, what the fuck? Nee. Je bent gewoon one-hit KO door dat ding, holy shit. Ik kan hem nog niet saven, dat is wel een probleem. Kutzooi. Oh. Nou, we moesten even jeuken, maar... Ik dacht, de cutscene die begint wel. Kut. Nou, we moeten eerst hier gaan staan. Sowieso eerst deze kant op. Kijk, en nu heb ik hem geunlocked. Kut. Nu kan ik hier naartoe. Oeh, en zo'n aura steen, dat is fijn. Nu kan ik hier zeven. En heb, ben ik bij... De Moon Grotto. Oh. Oeps. Ah, dan krijg je die cutscene elke keer. Fuck.
druk toch op A, dan moet je je aan die wal vastpakken. Het is moeilijk! Kut, pak je dan vast? Waarom maken ze alles dezelfde knopjes waardoor het zo moeilijk wordt? Oké. Kan ik hier niet naar boven? Je gained an ability point. Er wordt zometeen wel eens even tijd om daar wat mee te doen. Hey, een warp. Kijk daar wel van. Charge flame efficiency. Helps the cost of a charge flame. Meh. Ultra spirit magnet. Die is op zich oké. Dit is een power. Wat komt er hierna? Air dash. Oeh, we gaan voor de air dash zometeen. Ik wil ook save hier, of is dat al gebeurd? Oh. Nice. Fuck. Je moet het ook maar weten. Je moet het ook maar weten. Ik weet dat ik eigenlijk naar beneden moet, maar ik vind dit veel interessanter. Nee. Kut. Nou, gelukkig ben ik hier. Kut. Oeh.
Oké, het gaat lukken. Ik moet gewoon wat meer geduld hebben. Kut. Oh, die vind ik interessant. Oké. Kijk. Dit is top. Eindelijk heb ik zo'n ding. Eigenlijk wil ik dat ook meteen saven. Dat kan hier beneden. En nog kijken wat daar verder nog is. Daar kan ik nog niet in zwemmen. Oh, dan kom ik hier terug. Oké. Interessant. Nee. Zo, oké. Nu moeten we deze kant op, denk ik. Ja. Nee, verkeerd. Ah, voor deze energy door heb je de 2 nodig. Dus als ik straks die spirits heb, dan kan ik dat. Oh jee. Gilmore's hideout. Moongrotto, die is pittig groot. Oké. Oeh, interessant. Ja, hier wil ik naar beneden. Oké. Kut. Oké, ik snap hem. Oké, dan wil ik jullie bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. En dan zie ik je heel graag bij de volgende aflevering van Ori and the Blind Forest. Ik heb nog maar één ding te zeggen, dat is adios, amigos.